heb de HBO-opleiding Integrale Veiligheidskunde gedaan. En toen ik daar klaar mee was, wilde ik eigenlijk gewoon nog verder leren. En toen dacht ik aan een pre-master en master. En toen zag ik deze master en dacht ik, die is meer beleidsgericht en dat wil ik later gaan doen. Dus dat... Ik dacht van tevoren dat de overstap naar universiteit heel groot zou zijn. Vooral statistiek werd als een struikelblok gezien. Maar de cursussen zijn wel opgebouwd, dat je daar best wel makkelijk doorheen loopt. En daarbij helpt ook dat we als pre-master groep wel echt een hechte groep zijn en elkaar ook veel helpen en ondersteunen. En dat was wel een toegevoegde waarde. Ik doe nu de master en nu merk ik dat ik wel veel aan de pre-master heb gehad, vooral statistiek. Dat gebruik ik nu bij mijn stage heel veel. Ik doe onderzoek naar jeugdoverlast bij de gemeente Eindhoven. En daar gebruik ik zowel statistiek als interviews. En je merkt dat er toch wel verschil in resultaten is tussen die twee methoden. En dat is nu wel heel grappig om te zien. Ik zou de pre-master zeker aanraden. De overstap lijkt groot, maar dat is minder erg dan je denkt. En om te zien hoe het is, kan je gerust een dagje meelopen.